Yo, kijkers, welkom bij deze nieuwe video. Ik ben Milan en dit is onze laatste dag in Tbilisi. Dus we zijn onze tas aan het inpakken. We gaan nog de stad even in. Vandaag voor de laatste keer de stad bekijken. En dan terug het vliegtuig in. Het vlieggedeelte ga ik waarschijnlijk ook gewoon meenemen in deze vlog. Want dat is niet veel, dat is gewoon een beetje filmen. Dus in deze vlog zit ik gewoon aan het einde. Nu nog in Georgië. En straks duizenden kilometers verderop terug in Nederland. Let's go. Ja. Net allemaal magneetjes gekocht, allemaal oude Sovjet, allemaal Griekse en dat soort dingen. Dus heel leuk, dus nu op naar wat andere winkeltjes bekijken. Ook oude Franse, oude Nederlandse guldens, oude Italiaanse, alles. Hele collectie nu bij mij. Ergens hier in Haag, het is hier. Kun je Felix zien op camera? Ja, jij ziet het. Nice. Ik gleed bijna uit op deze brug en er zitten tegels los. Gezellig. Laatste dag in Georgië en wat een hitte, man, niet normaal. De trein bazaar te vinden is het alleen maar bloemen hier. Verschrikkelijk. Misschien toch een ingang gevonden. Jammer dat ze de trams uit Tbilisi hebben gehaald, want ja, het zijn wel mooie dingen. Ze staan echt door heel de stad. Eindelijk is Khachaturi met ei en margarita. Ja. Net heerlijk gegeten bij een restaurant, heerlijke zalm en alles. En nu gaan we naar een andere partij om hen te ontmoeten. Heel erg politiek bezig. We gaan er vanaf nu Margalita noemen. Margalita. Blijkbaar is Margarita in het Georgisch Margalita, de L. Heel apart. Maar nu noemen we haar zo eventjes, hè, want we zijn in Georgië natuurlijk. Hé, hey, grapje. We go there. Een leuke meeting gehad en nu terug de metro in. Margarita, lachen.
Voor het eerst in mijn leven eens een keer een bubble tea proberen. Allemaal wijn in gekocht. Geuzes wijn kunnen niet te veel meenemen, want onze koffer zit al bomvol en je mag maximaal 20 kilo per persoon meenemen. Maar wie weet, koop nog wel wijn in Nederland, want ja, het is te veel voor onszelf, denk ik. Alhoewel, het is wel lekker, maar mijn moeder drinkt niet zoveel alcohol. Ik drink zelf liever bier dan wijn. Dus een wijnfles zou ik wel kunnen opdrinken, niet in één keer, maar ik denk dat het handiger is als ik gewoon een glaasje van drink en de rest gewoon probeer te verkopen in een café waar ik werk of ergens anders. Hier hebben wij net bier gekocht, Georgisch bier, om mee te nemen, om te laten proeven. In het café waar ik werk, zeg maar, doe ik zo elke week met vaste klanten, kleine proeverijtje. In een heel veel tassen vast, want dat slim meisje heeft haar ijsje op de grond laten vallen. Dommerik. Laatste keer in het historisch centrum, Margarita. Laatste keer in het historisch centrum. Hier moeten wij eruit straks. Welkom bij het nieuwe. Oh nee. Oh nee. Waar gaan we heen? Eten! Oké, okay, is goed. Oh. Ook naar een hele leuke Ierse pub. We waren eerder ook eens een andere Ierse pub in Tbilisi en daarvoor twee keer hier al. De andere ziet er iets meer Ierser uit, en bij deze ziet het er wel leuk uit. Het is een heel leuk, rustig, maar heel vriendelijk. Alleen ziet van de buitenkant helaas niet dat het een Ierse pub is, maar goed. Kom maar open. Yeah. 18 jaar oude whisky. De laatste beelden van Tbilisi, Margarita. Tbilisi. Nee, Tbilisi, niet Tbilisi. Tbilisi? Tbilisi, ja. Ja, oké. Top. Laatste beelden van het fietsmonument. Ook prachtig. En nu op terug naar het huis om snel spullen in te pakken. En dan het vliegtuig. Deze smaak die kende ik nog niet. Passievrucht en nog wat. Oh, je bent wakker geworden, je wilt ook? Nee, doei. Jij bent heel moe. Zeg doei tegen het huis. Doei. Doei. Doei kamer. We gaan officieel op zoek nemen van deze kamer. Stil. Thank you.
Shota Rustaveli, Tbilisi International Airport. Nu moeten we nog twee uur wachten, meer dan twee uur wachten op het vliegtuig. Een pom vol tassen, wijn ingekocht ook hier nog. Ja, daar staan nog wat vliegtuigen, dus ik ben gewoon heel erg goed, want daar gaat weer heel weinig slaap worden. Nachtje doorhalen dus. Nee, ik weet het vliegveld verkennen. Ik zie daar al de Anadolu Jet naast de Pegasus staan. Dat is die vliegtuigmaatschappij waar wij in de hele dag ook mee gingen, toch de maatschappij van Turkish Airlines. Alleen is dat Anadolu Jet een budgetmaatschappij. Met dus niet zo heel veel ruimte en niet zo heel veel stoelen. En ik heb gehoord dat Turkish Airlines heel goed is, maar Anadolu Jet is ja, basis. Maar goed, maakt niet uit, denk ik. Alleen had ik wel gehoopt dat we gewoon een Turkish Airlines vliegtuig kregen, maar toch niet. Het is nog niet zeker, maar ik vermoed wel dat het die is, aangezien we ook met de hele weg beelden gepakt. Kijk, die mensen naar Istanbul vliegen tenminste wel met de echte Turkish Airlines. Daar staat de vliegtuig uit Belarus, die mogen hier nog wel heen vliegen. Ooit heb ik ook eens een keer met hem gevlogen, maar nu snel, want onze boarding is begonnen. Vliegtuig naast ons gaat naar Riga. Ook een leuk feitje, denk ik. We zitten weer in de Anadolu Jet, maar de mensen hier die hebben gewoon Turkish Airlines kleren aan. De stoeltjes zijn in de kleur van Turkish Airlines, alleen wel een Anadolu Jet layout en die stoeltjes die niet zo heel fantastisch zitten. Vorige zaten beter eigenlijk en hetzelfde vliegtuig, dus ik weet niet. Elk vliegtuig heeft, ja, elk vliegtuig heeft precies een ander design van binnen.
Sarah kon heel slecht te slapen, maar aangekomen op Brussel Zaventem. Ik ga zo. Heb je nog iets te zeggen? Ja, stel je voor, er ligt zo'n baby, er ligt zo'n... Ja.